Maar Maurice de Hond, wat moet hij met zichzelf? Hoe denkt hij over de wereld? En zou het zo kunnen wezen dat de toekomst inderdaad te voorspellen valt? Ik heb geen flauw idee. Maurice vermoedelijk ook niet, maar die zal daar een wetenschappelijker gezicht bij weten te trekken. Maurice, ben jij zakenman of apostel van de vooruitgang? Meestal het eerste en soms het tweede. Volgens mij ligt je hart in de vooruitgang en niet in het zaken doen, of wel? Nou, het is de combinatie die volgens mij het interessantste is. Waarom? Nou, die vooruitgang is prachtig, omdat je ontzettend veel veranderingen doormaakt. Het is geweldig om in deze tijd te leven en daar dingen bij te doen. En tegelijkertijd, ja, ik kom uit een familie van... Mijn vader is koopman geweest, dus wel veel ondernemers. En ik denk dat dat ook prachtig is om te kijken... Het geeft jou zelfvertrouwen om binnen te zijn, zeg maar. Dat maakt dingen makkelijker. Niet alleen materieel, maar ook hier in de mind. Ja, maar het is leuk om verandering te zien en te kijken van wat je daarmee kan doen om een bedrijf te bouwen of een bedrijf groter te maken. Dat is een heel... Het niet vooral de technologische revolutie die jou gevangen houdt? Ja, nee, de technologische revolutie die houdt me inderdaad gevangen, omdat die technologie zo snel verandert. Ja. Maar die heeft ontzettend veel gevolgen. En juist om in te spelen op die gevolgen en om te kijken van wat gaat er gebeuren en hoe kan je daar ook zakelijk op inspelen, dat is de grote uitdaging. Ja, maar in de praktijk van alle dag, als je mensen oproept om te gaan hamsteren en dat soort dingen meer, dan zit je er wel eens naast. Heb je dan het schaamrood op de kaken of valt dat wel mee? Nou, zelfs bij het hamsteren heb ik best wel eens misgezeten, maar hamsteren, dat is wel heel raar terechtgekomen. Ik werd een paar dagen voor de jaarwisseling gebeld door de Volkskrant en die zei, ja, hoe bereid je jezelf voor? Zeg ik, nou kijk, de regering heeft een bunker neergezet en allerlei mensen moeten 's avonds bij het oudjaar thuis gaan zitten of op hun werk gaan zitten om te kijken van wat gaat er gebeuren. Ik vind dat je dan best, en dat was bijvoorbeeld in Amerika gebeurd en in Nieuw-Zeeland gebeurd, dat je ook tegen de bevolking kan zeggen, er kan iets gebeuren. Bereid je een beetje voor. Dus wat is er tegen om een beetje te hamsteren? En als er niks gebeurt, prima. Maar als er wel gebeurt, en de overheid ging daarvan uit dat er best wel wat kon gebeuren, ik trouwens ook, ja, dan vind ik het ook helemaal niet gek. En ik vind het heel paternalistisch om dat niet te doen, namelijk als overheid. Om jezelf wel voor te bereiden en de burger... Ja, maar dat zijn de boven ons gestelden. Die moeten het atoomconflict wel overleven, maar wij toch niet? Of maar wel? Dan mag ik dat toch wel... mag ik wel als het aan mij gevraagd wordt... Ja, maar het gevolg was dat je een beetje voor joker stond, hè? Ja, als dat de consequentie is, het zij zo. Ja. De oude heer Blokker gaat ook altijd tegen je tekeer. En dat doet hij op een niet mis te verstaande wijze. Want ik kan fantastisch schrijven. Ja, zeker. Daar ga je. Dan zit je nu al te glimlachen, wat moet je anders doen? Maar het lijkt me toch vervelend om iedere keer te lezen te krijgen dat je die voorspellingen van je als het om verkiezingen gaat, dat die nergens naar lijken. Ja, maar ik bedoel, ik lees Blokker regelmatig en dan gaat het over anderen en dan lach ik ook. Dus als het een keer over mij gaat, dan lach ik ook. Ik bedoel, ik weet wat de mate van serieusheid ervan is. En ik weet zelf hoe goed en slecht soms de voorspellingen zijn geweest. Ja, wat was je slechtste? 1986. Toen zat je er echt naast. CDA, geloof ik, won toch, hè? Ja, dat vijf dagen voor de verkiezingen, de laatste peiling, waar Partij van de Arbeid duidelijk groter was dan het CDA. En CDA-VVD geen meerderheid zouden krijgen. De laatste paar dagen is dat verschoven en won Lubbers dik. Onder invloed van jouw voorspellingen. Het reactionaire deel van de bevolking stond op en ging toch op Lubbers stemmen. Ja, dat zou best een gevolg kunnen zelfs zijn. Zelfs 5% van de CPN-stemmers, geloof ik, hè? Ja, maar inderdaad. Maar dan had ik ruim van tevoren moeten zeggen, keihard moeten zeggen, maar er is toch nog een grote kans dat Lubbers wint. Dat heb ik niet gezegd. Maar Maurice, je bent toch ook wel eens gebruikt als instrument door de Partij van de Arbeid? Nee, was er weer zo'n optimistische voorspelling in de Rode Haan? Ja, maar de allereerste voorspelling waarmee ik kwam in 1976 was dat Den Uyl veel slechter ervoor stond. Ja. Dan toen werd gedacht. Dus ik heb me nooit daarvoor laten gebruiken. En ik vind ook dat de Rode Haan dat als zodanig ook niet gedaan heeft. Alleen in de wereld daaromheen werd gezegd, ja, de VARA, Partij van de Arbeid. Nou ja. Maar je was ook lid van die partij toen, meen ik, hè? Ik was toen lid van die partij. Dus dat is dan toch een beetje de rode familie misschien? Nee, dat was absoluut niet zo. Heb je nooit gedacht dat je verkiezingen kon beïnvloeden met jouw voorspellingen? Nee. Ik vond het altijd zo grappig. Er werd wel eens een discussie gevoerd dat misschien 4 weken voor de verkiezingen er geen peilingen naar buiten mocht komen. En toen dacht ik, ja, dat is interessant. De politici zijn alles aan het doen om mensen te beïnvloeden om bepaalde kanten op te gaan. Je komt met een peiling die aangeeft wat de mensen erover denken en dat moet verboden worden. Ja, het kan de ene kant opvallen en het kan de andere kant opvallen. Jouw verantwoordelijkheid is om gewoon zo'n goed mogelijke peiling te doen en om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Nou, in de voorbereiding van dit gesprekje heb ik wat geluisterd naar mensen die menen er ook verstand van te hebben. Die zeggen, hij doet het op vingertoppengevoel, die politieke voorspellingen. Die voorspellingen van het electoraat. Het is niet zozeer wetenschappelijk als wel een
een goeroegave. Nee, dat is niet waar. Ik heb de methode die ik ontwikkeld heb toen in 1976 was geënt op analyses van 20 jaar daarvoor. Ja. En daar zit wel een bepaald gevoel bij hoe die analyses, waarom het verkeerd was tot dat moment, ja, en hoe je dat beter kon maken. Maar ja, daarna was het gewoon een formule die je als het ware in een computer stopt en dat kwam eruit. Ja. Maar iets anders is het interpretatie van cijfers. Van, je ziet bepaalde cijfers en zegt waarom. Waarom is dat zo en wat kan er nog verder? En dat gebeuren? Is wel intuïtie. Ja, dat is natuurlijk wel ook intuïtie. En daarbij heb je altijd je eigen voorkeuren kunnen uitschakelen. Je was strikt objectief. Ja, dat probeer je in ieder geval te zijn. Je kan waarschijnlijk dat nooit. Nee. Maar heb je wel eens het gevaar van janmaat overdreven, bijvoorbeeld om een waarschuwing te doen uitgaan? Nee, niet specifiek. Mm. Ik bedoel, Jan Maat heeft op een gegeven moment daar heel goed voor gestaan. Ja. En toen kwamen er ook gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Waar die ook, geloof ik, in Rotterdam 10-15% heeft gehaald. Dus nee, ik vond dat ik daar ten opzichte van niet extreem de ene kant of de andere kant op ben geweest. Dus in wezen heb je een soort koelheid daarover. Je bent geen wereldverbeteraar. Nee, ik bedoel, juist in die positie van dat je met verkiezingsresultaten bezig bent, dan moet je ook die neutraliteit handhaven. Want dan, als ik dat namelijk niet had gedaan, dan had ik binnen 1, 2, 3 keer was ik volledig afgebrand. En dat was het dan geweest? Had ja, je dat ooit vind ik geloofd? Ja. Heb jij een opdracht in het leven? Nee, zo hoog voel ik dat niet. Maar wat dan wel? Wat voel je dan wel? Ja, wat ik voel? Gewoon ja, van het moment wat er is wat te maken en de uitdagingen die er liggen soms te pakken. Heb je iets te vervullen voor je ouders of iets goed te maken? Of? Nou, niet te vervullen als je het zo zegt, maar ja, je zit wel in een speciale positie als je ouders, beide ouders, in het concentratiekamp hebben gezeten en de oorlog hebben overleefd. En jij bent enigst kind, in 1947 geboren. Ja. Ja, ik heb altijd gedacht, juist omdat mijn ouders zo goed met dat verleden zijn omgegaan, dat ik daar eigenlijk niets van gemerkt heb. Maar het was wel heel opvallend toen ik in jaar 35 was om een boek te lezen over de tweede generatie en mijzelf te beschreven te zien. Ja. En dat bleek toch dat je dus indirect of direct... Wat was de tweede generatie aan jou? Nou, de tweede generatie is, en dat heb ik dan herkend, dat juist als je vanaf jongs af aan zo voelt dat er zoiets verschrikkelijk is gebeurd, mm-hmm, ouders en iedereen eromheen dood, hun partners dood, dat je toch maximaal je inspant om hun geen leed meer te laten berokkenen. Dus waarschijnlijk in je eigen gedrag ben je daar voorzichtig in. Maar je probeert ander mogelijk leed ook af te schermen. Je wou lief voor ze zijn? Ja, dat zeker. Maar het gaat wel verder. Toen ik zeker wist, of vrijwel zeker wist, dat mijn eerste vrouw ging overlijden. Mm-hmm. Die als 30-jarige, 20 jaar geleden is overleden. Mm-hmm. Ja, was bij wijze van spreken bijna de eerste reactie wat verschrikkelijk voor mijn ouders. Want die waren gek op het. Gaf het je ook een zekere opluchting? Dat bedoel ik niet spottend, omdat je dan ook over wat leed kon beschikken? Nee, op die manier kijk je er niet tegenaan. Absoluut niet. Mm-hmm. Het was de eerste keer trouwens in mijn leven dat er iets... Ja, dat dramatisch echt, gebeurde. Een tegenslag bij is. Ik nooit blijven zitten, geslaagd met mijn studie. In de familie, omdat iedereen eigenlijk al dood was van grootouders, dat ook nooit meegemaakt. En het eerste wat je dan meemaakt is je eigen vrouw. Dus, maar dat ervaar je helemaal niet als van, nou gebeurt mij... Wat is ingewikkelder, een kind verliezen of een vrouw verliezen? Een vrouw verliezen. Ja. Maar dat kan, dat, ik bedoel, nou praat je natuurlijk over mijzelf. En dat kind wat we verloren hebben, dat was geboren. En met één dag daarna wisten we al dat het niet zou halen. Dat is wel iets anders. Daar stel je op in. Ja, en een kind van 6 of 12, dat is echt iets heel anders. Mm. Dus dat op die manier, maar als je bij mezelf vraagt, dan juist om die specifieke situatie. Ik stel deze persoonlijke vraag, ik probeer ze zo cool mogelijk te stellen, want ik hou er eigenlijk niet van. Maar het heeft met jou te maken toch, omdat ik wil weten wat voor man je bent, met de coolheid waarmee je misschien naar de wereld kijkt. Je bent altijd... Ik ben helemaal niet zo cool. Ben je een driftkikker? Nou, ik kan rustig zijn, maar als je over een bepaalde grens moet gaan, ben ik best heel hevig. Ja? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Nou, waarschijnlijk niet in dit gesprek. Maar hoe zou ik het voor elkaar krijgen? Nou, waar ik echt over de grens wel eens ga, als ik echt vind dat er iets heel onrechtvaardigs gebeurt. Echt heel onrechtvaardigs. En dan ga ik inderdaad, weet ik ook wel wat ik nog aan het doen ben, maar ik word er wel heel erg boos. Word je hemelbestormer? Nou, dat bedoel, ja, ik heb het bijvoorbeeld afgelopen zaterdag gehad. Ik speelde een voetbalwedstrijd samen met mijn zoon. Ja. En je hebt een lage afdeling in Amsterdam. Heb je dus scheidsrechters en in dit geval en clubscheidsrechters. Jij bent ook scheidsrechter geweest. Ja, maar goed, de clubscheidsrechter, dat mag ook. En die man, bedoel... En altijd partijdig, maar ja, het hoort erbij misschien. Ja, het hoort er ook bij. Maar dit was echt ver over de grens. Dus elke keer als de tegenstander grensrechter vlagde, floot hij. Bij ons vlaggen, floot hij niet. Dus zo kwam er ook een doelpunt in. We stonden 4-2 voor.
Wij praten, meteen een gele kaart. Een doorgebroken speler met niemand in de buurt wordt neergehaald. Niks reageren. En het gaat maar door, en het gaat maar door. Corners gegeven die helemaal geen corners waren. En op een gegeven moment, echt 2 minuten voor tijd, toen het 4-4 werd. En dat was wat hij eigenlijk op uit was. Toen heb ik hem echt gezegd, ik vind je zo'n verschrikkelijke laffe man. Ik vind je zo... En ik ben het bewust blijven zeggen, net zo lang... Tot hij een gele kaart gaf. Ja, en ook doorgegaan tot hij een rode kaart gaf. Top. Ik wilde echt eruit gestuurd worden. En ik hoopte ook dat hij dat aan de KNVB doorgaf. Zodat ik dat ook nog aan de KNVB ga zeggen. Maar hij was ook zo laf dat hij zelfs dat niet doorgaf. Maar is het toch niet een beetje een droevige verzetsdaad als je je ego moet opvijzen door een scheidsrechter van de onderafdeling uit het veld te worden gestuurd? Ja, maar dat is nou iets van... Ik vond eigenlijk dat ik met zo'n man in het veld gewoon niet meer eigenlijk wilde voetballen. Ja, dus ja, ja. Ik vond... Dit vond ik echt zo'n summer. Maar dan zeg ik ook, dat gebeurt me dan eens in de 3 jaar. Ja. De paniek, niet op het veld. De paniek die je denk ik toch van je ouders moet hebben meegekregen, omdat ze in dat kamp hebben gezeten, de paniek over wat er allemaal kan gebeuren in het leven. Heeft dat bindingsangst bij jou opgeleverd? Nee, dat was trouwens geen paniek hoor. Nee? Mijn ouders zijn ongelooflijk goed, als je het woord kan zeggen, goed ermee omgegaan. Ik heb daar eigenlijk, ik weet in mijn omgeving best dat daar mensen heel veel negatief... Ja, heel veel ondergeleden hebben en ook in hun dagelijks leven veel daarvan terug hebben gehaald. Mm-hmm. Dat gebeurde bij mijn ouders niet. Mijn ouders hebben een heel harmonieus huwelijk, leven gelukkig nog, 86, 84 jaar oud. En dus die paniek heb ik helemaal niet meegekregen. Ook niet van je raakt alles kwijt, want dat hebben mijn ouders helemaal niet bij me overgebracht. En vandaar dat je bijvoorbeeld vrij genuanceerd hebt gereageerd op de Fassbinder-affaire destijds. Ja, ik ben daar helemaal geen partij in geweest. Maar goed, ik las er een interview over dat je niet helemaal begreep waarom die voorstelling verboden moest worden. Nee, ik vind sowieso verbod, daar ben ik tegen. Je bent tegen ieder verbod? Nou ja, ik vind ook, zoals Mein Kampf mag dan niet in Nederland verkocht worden. Lees mensen toch, op dit moment met internet kan je het op 10 plekken het helemaal downloaden. Ik bedoel, ik vind het een verschrikkelijk boek. Of, ja, ik heb het niet gelezen, het is ongetwijfeld een verschrikkelijk boek. Ja, maar ongetwijfeld. Maar het mag wel gedistribueerd worden en niet verkocht, geloof ik. Zoiets ja, is maar toch dat vind ik echt onzin. Ik bedoel, als we democratie zijn, dan zijn we sterk genoeg. En ik heb vertrouwen genoeg in de mensheid als zodanig om er op een goede manier mee om te gaan. Dat vind ik vind het namelijk ook dat, en dat is een beetje in het verlengde ook van we net hadden over, over die jaarwisseling. Ja. Het is zo paternalistisch, het is zo weinig vertrouwen in mensen. Het is een ritueel. Dus ja. Zeggen, dit mag nooit meer gebeuren, dus mogen we ook geen kennis ervan nemen. Exact. Maar, daar is misschien iets voor te zeggen. Ik speel even advocaat van, ik wil niet zeggen de duivel, maar van de andere partij. Ja, maar het gaat ervan uit dat als mensen het lezen, dat ze dan erachter staan of zo, of dat ze het kopen. Ja, dat is tuurlijk, als je in het openbaar je ontzettend negatief uit en dingen zegt die absoluut niet mogen, die ook niet volgens de wet mogen, dan moet er wat gebeuren. Maar ik vind, ik heb op dat punt behoorlijk veel vertrouwen in burgers en in de samenleving als zodanig. Als je dat hebt, dan vraag ik toch aan je, hoezo moet er dan in het openbaar wat gebeuren als iemand een uitlating doet die niet deugt volgens de wet? Nee. Een racistische uitlating of noem maar op, iets wat niet kan. Ja, maar als je met name in zo'n uitlating oproept omdat andere mensen dan dingen gaan doen ten opzichte van die mensen, ja, dat is, daar zit een grens. Maar ja, ik bedoel, het is vaak alleen een kwestie van zieligheid van die persoon zelf als die dingen roept. Die zieligheid kan je maar beter laten zien misschien, hè? Ja, daarom vind ik ook dat ook best getoond mag worden. Maar de vraag is, er zullen altijd wel ergens grenzen zijn. En ik ken de wet ook niet helemaal uit mijn hoofd om te weten waar die grenzen zijn. Maar geloof je niet dat extreme vrije meningsuiting je tegenstanders veel beter ontmaskert dan verboden? Ja, nee, daar ben ik mee eens. Als je aan jezelf denkt, hè, hoe wil je herinnerd worden als de man die serieus was over politieke voorspellingen? Als de man die internet een push heeft gegeven met zijn nieuwe bedrijf? Wat is het? Is het goeroe? Nee, ik bedoel, herinnerd worden, daar hou ik me aan niet mee bezig. De enige. Ah, je hebt er wel eens over nagedacht? Nee, absoluut niet. Als jij morgen dood zou gaan, hoe moeten we jou herinneren? Nou, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. De enige die me moeten herinneren, waar ik hoop dat die me goed zullen herinneren, zijn de mensen die me nabij staan. De rest kan je helemaal niet schelen? En de rest kan me echt niet schelen. Daar heb ik het nooit voor gedaan aan de deken. Ik heb altijd dingen gedaan omdat ik ze zelf leuk vond of een uitdaging vond en voor mezelf. Ja. Maar niet omdat ik dan dacht van, oh, dan wordt er over me geschreven en oh, dan denken mensen goed of slecht over me. Daar heb ik me nooit mee bezig gehouden. Dat is hun probleem of hun... Het is je komen aanwaaien, het is je overkomen als het ware. Ja, een beetje wel. Ik heb het niet gezocht. Je hebt ook nooit een carrièreplanning gehad? Nee, totaal niet. Ik heb altijd elke keer weer de dingen genomen zoals ze op me afkwamen. Maar ik ben wel iemand die
laat ik zeggen, juist in een wereld waar zoveel verandert, ook zelf vind dat ik zelf kritisch moet zijn en zeggen van op welk moment heb ik nog een echte bijdrage bij waar ik in zit. En als die bijdrage niet meer groot is, of het heeft het boeit mij niet echt meer, mm-hmm. dan is het voor beide partijen niet verstandig om er dan mee door te gaan. Ben je ijdel? Nou ja, ik denk dat iedereen het wel een beetje heeft. Maar ook omdat je bewust op televisie komt en dergelijke. Ja, maar het bewustzijn, ik bedoel, ook dit gesprek is helemaal niet van dat ik dacht, ik zou het leuk vinden om bij jou een gesprek te hebben. Maar als jij me dan benadert, denk ik, goh, misschien is het wel leuk om dat te doen. Maar ik zit niet naar tv te kijken, naar programma's, denk ik, hoop dat ze me een keer vragen. Ja, nee, ik kijk ook nooit naar mijn eigen programma's. Jij wel? Nou, soms wel, soms niet. Ja, ja. Als je over internet nadenkt, ben je bevoorrecht dat je die revolutie meemaakt? Ja, is het de grootste revolutie die we kunnen indenken? Ja, nee, dat is fantastisch. Ja? Leg eens uit. Amerikanen heeft een keer gezegd van, het is geweldig om aanwezig te zijn, in de zaal te mogen zitten bij de grootste verandering uit de geschiedenis. Maar het is nog mooier als je op de eerste rij mag zitten. Ja, en dat is het de grootste verandering uit de geschiedenis? Ja, ik denk het echt wel. Waarom? Nou ja, kijk, elke technologische verandering kan heel groot zijn. En in de geschiedenis zijn er veel. Het wiel, de boekdrukkunst. Ja, de industriële revolutie, elektriciteit. Alleen het grote verschil is met deze, is dat dat de veranderingen die zich voltrekken in een veel kortere tijd zich voltrekken. En dat als je vroeger leefde, dat je misschien wel bij de uitvinding van de stoommachine leefde, maar de effecten daarvan heb je helemaal niet meegemaakt. Door internet, maar ook de hele computer eigenlijk. Want ik ben 1965 heb ik al leren programmeren. De PC in 1980, mm-hmm. internet sinds, ja, pak een beetje, World Wide Web 94, 95. Dat voltrekt zich in zo'n korte tijd. En dat betekent dat het binnen een generatie gebeurt. En dat is uniek. Heb je ook een optimistische gedachte over de vrije informatiestroom die de wereld over gaat? Of juist helemaal niet? Ja, daar heb ik niet echt een soort waardeoordeel over. Ik vind het, ik bedoel, het is natuurlijk een vorm van anarchie. En het is prachtig als gevestigde machten aangetast worden door iets nieuws. Toch? En dan weer zien hoe ze eerst met Pavlov-reacties proberen dat tegen te gaan. En langzamerhand geleidelijk omgaan. Dat is natuurlijk fascinerend. En ik ben natuurlijk wel iemand die het wel leuk vindt als gevestigde machten een beetje in de problemen komen en dan kijken van hoe ze ermee omgaan. Vooral ook omdat ik een deel van dat soort processen, omdat ik er wel eens over nadenk en ook dichtbij zit, ook wel een beetje heb zien aankomen en denk van ja, dat en dat gaat ongeveer gebeuren. En ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren. Is dat te controleren? Heb je ooit iets voorspeld wat is gaan gebeuren? Qua internet? Nou, ik heb een boek geschreven in 1995. Waar je het allemaal voorspelde? Nou, ik ben blij dat ik het toen heb opgeschreven. Want als ik dat niet had opgeschreven, dan had ik ook niet ongeveer geweten hoe ik het toen over dacht. En ik moet zeggen, ik heb wel eens delen ervan teruggelezen. Het is toch aardig uitgekomen? Dat is behoorlijk goed uitgekomen. Er zijn ook fouten in trouwens, maar het overgrote deel, de hoofdlijn is zeker uitgekomen. Wat is de meest pregnante fout die erin staat? Waarin heb je je vergist? Nou, ik dacht bijvoorbeeld dat betalen op internet veel sneller werd opgepakt als een totaal iets wat door de banken gezamenlijk en zo werd gedaan. En we zijn nu 5 jaar verder. En dat is nog niet heel goed geregeld. Een van de merkwaardige nevengevolgen van internet is ook dat je porno-sites krijgt. Kinderporno en al die dingen meer. Zou dat verboden moeten worden? Nee, ook dat vind ik. Porno-sites zelf, ja. Ik heb wel eens gezegd van, als ik op internet zit. Ik bedoel, ik reed regelmatig van Apeldoorn naar Amsterdam, want ik werkte bij Wegener. En als je bij bijvoorbeeld een tankstation ergens op de Veluwe, maar ook op andere tankstations trouwens, uitstapte en ging betalen, dan ging je dwars door de rekken met porno. Ja. En, ik bedoel, ik werd meer met porno geconfronteerd in die benzinestations dan op internet. Ik word alleen met porno geconfronteerd op internet als ik dat zelf wil. Dat is waar. Dat betekent, ik heb het over kinderporno, niet? Nou, over... Ja, kinderporno. Maar kinderporno, dat heeft niks met internetsec te maken. Dat is het algemeen waar je inderdaad bepaalde dingen moet doen. En internet is een additioneel verspreiding van iets wat daarvoor al gedaan is. Maar mijn vraag was, zou zoiets verboden moeten worden? Ja, de vraag, bedoel... Als het al kan trouwens. Ja, dat is het punt. Ja. Het is zo moeilijk om te doen. Maar natuurlijk zal je daar dingen moeten doen. Als je mensen ziet in Nederland die dat bewust verspreiden, dan kan ik me dat voorstellen dat je probeert dat te verhinderen. Maar het probleem is, dan gaat hij in Thailand zitten of in Afghanistan op internet en dan doe je het via die plek. Dat is het interessante, want als er geen wereldregering is, is het ook moeilijk tegen te gaan. Maar ik denk wel dat je mensen op dat punt... en dat is net hetzelfde als we daarover hadden. Er zijn hele extreme punten waarvan je zegt, ja, dat is over een grens waar we eigenlijk met z'n allen vinden wat niet kan. Mm-hmm. Omdat je dan ook misbruik maakt met kinderen om dingen te maken. En daar moet je tegen gaan. Maar dat heeft eigenlijk sec niks met internet te maken. Nou, die wereldwijde stroom van vrije informatie, hè?
China probeert het tegen te houden, uiteindelijk zal het niet lukken en zo gaat dat maar door. Geloof je inderdaad dat de wereld veiliger wordt door die vrije informatiestroom? Want tegelijkertijd heb je ook de terroristen die met de receptjes van de atoombomkwisten rondstrooien. Ja, maar dat laatste, daar komen ze toch wel aan. Dat hoeft op het internet niet te gebeuren. Ik heb zelf het gevoel gehad, en dat is in bijvoorbeeld in 1989 gebeurd is, hè, de val van het communisme, het val van het Oosten. Ja. Dat het met name samenhing met televisie. En het feit dat juist mensen in het Oosten zoveel geconfronteerd werden met de ontwikkelingen in het Westen. Maar dat moet je me uitleggen, want al die jaren hebben we in Oost-Duitsland hebben ze ook de West-Duitse televisie kunnen zien. Dat was niet tegen te houden. Nee, maar toch, God, dat is een van de meest Pruisische geharnaste communistische landen. Ja, maar ik had zelf het gevoel, en als ik dat breder zie. In het begin van de 80 jaar moest ik voor zaken in Duitsland zijn. Dus dat ik midden in Nuremberg of all places. En daar bij die rivier zat ik in een. En toen zat ik om me heen te kijken. En toen dacht ik, ja, ik weet dat ik in Duitsland ben. Maar als ik naar die mensen om me heen kijk, ja, in jeans en anderen. Dan, ik zou op elke plek in de wereld bijna kunnen zitten. En toen Bobby Brugsma kwam uit Praag, uit Warschau en uit Moskou, ja, in HP. En schreef eigenlijk, na 10 jaar was hij er weer teruggekomen. Eigenlijk hetzelfde, dat als hij naar de jeugd keek van die landen, dan leek hij ontzettend op de westerse jeugd. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is juist dat, dat, laat ik zeggen, de vooroorlogse generatie zo veel van elkaar gescheiden zijn, ja, dat ze, ja, allerlei richtingen opgingen. Maar die generatie daaronder, met dezelfde kleding, dezelfde smaak, dezelfde muziek, dat die toch op een of andere manier veel dichter bij elkaar liggen. En dat een deel van dat soort processen het val van het communisme heeft ingeluid of de boel wat ondergraven heeft. En dat ook internet op die manier, ja, toch een soort culturen en mensen veel dichter bij elkaar brengt. Of dat daar veiliger door wordt, kan ik niet zeggen. Maar het Esperanto van de nieuwe eeuw. Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja. Hmm. Ik denk dat het Esperanto op deze manier, maar dan de doelstelling van, ja, Esperanto, bereikt wordt door wereldwijd veel meer contact met elkaar te hebben. En door internet gebeurt dat heel makkelijk. Ik zit eigenlijk met een optimist aan tafel. Ja. Maar ik vind het altijd zo'n probleem. Andersom, ik bedoel, ik geef dan lezingen erover. Altijd zijn er mensen met waardeoordelen uit het verleden. Van, er wordt niet meer genoeg gelezen. Jouw kind leest toch ook niet de krant? Nee, maar waarom? Ik bedoel, wat is het erg? Ik bedoel, omdat de televisienieuws veel smaller is dan dat. Ja, maar dat is ook een waardeoordeel. Als ik met mijn kinderen over de wereld praat, vind ik dat ze net zoveel weten erover als ik. En ik heb het via lezen en vroeger de radio. En zij doen het weer op andere manier. Het is zo'n waardeoordeel. Ik bedoel, toen de Beatles er waren, vonden mijn ouders dat ook. Oh, dat die lang haar en wat zien ze eruit? En nu 30 jaar later, 35, dwepen ze, vinden ze prachtige muziek. Dus het is zo'n waardeoordeel. En ik wil gewoon niet gevangen worden door waardeoordelen die geënt zijn op een bepaalde periode in de geschiedenis. En 50 jaar later is het allemaal weer anders. Dus jij wil niet gevangen worden op waardeoordelen. Je bent dus geen moraalridder eigenlijk. Nee, dat probeer ik niet te zijn. En goed en kwaad, daar denk je genuanceerd over. Ja, maar probeer ik genuanceerd over te denken, ja. Dat kan eigenlijk niet, hè? Er is toch het absolute kwaad? Ja. Dus, ik bedoel, er zijn best dingen van. Weer een waardeoordeel, maar toch. Er zijn best dingen? Nee, natuurlijk zijn er best dingen die je verschrikkelijk vindt. Maar ik probeer wel voortdurend na te denken. Waar komt het dan bij mezelf vandaan? Ja. En waarom denk ik dit? En zijn er andere mensen die het van een andere kant bekijken en dus tot een ander oordeel komen? Dat is een beetje. Ik zal het zo zeggen. Bedoel, ook toen ik politiek veel meer gepolariseerd was en ik de linkerkant en naar de rechterkant keek, vond ik iemand die van rechts helemaal, daar had ik allemaal geen negatief oordeel van. Als hij het maar zelf, laat ik zeggen, voor zichzelf logisch in elkaar zat. En het niet hapsnap andere mensen napraten was. Maar, ja, ja, maar ik heb best respect voor mensen met een totaal ander standpunt dan ik heb. Als dat maar intern logisch is en er ook zelf over nagedacht is. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. En vermoed jij dat de mens geneigd is tot alle kwaad, zoals de Calvinisten zeggen, of zelfs dat niet? Nou, ik denk dat heel veel mensen onder bepaalde omstandigheden best heel veel erge dingen doen. Dat heeft de Tweede Wereldoorlog ook al aangetoond. Maar ik denk dat dat de meeste mensen onder normale omstandigheden in principe goed zijn en goede dingen doen. Vind jij jezelf aardig? Nou, dat is heel moeilijk over jezelf. Ik probeer respect te hebben voor mensen waarmee ik omga en niet vanuit posities te redeneren, omdat ik dit doe en jij maar dat doet of zo. Dat heb ik nooit zo proberen te denken. Dus ik probeer ten opzichte van iedereen vriendelijk te zijn. Maar ik heb wel gemerkt, ook toen, het is mij wel eens bijvoorbeeld in een interview gezegd, van goh, nou leuk hoor, de hond, dat werd dan tegen mijn assistenten gezegd, die kom je tegen, maar die zeg je nooit dag. En toen dacht ik, ja, wat doe ik nou? Dat is toch niet omdat ik dat niet wil. Maar dan zit ik zo in gedachten verzonken. Maar dan probeerde wel aandacht naar te schenken. Vervolgens zei ik mensen of ik 3 keer per dag
dag. Toen zei ze tegen mij, zei, goh, hij weet niet eens dat hij me dag gezegd heeft. Dus... Te vrezen valt dus dat jij een rechtvaardig mens probeert te zijn. Ja, maar ik vind het ook weer zo... is te deftig misschien. Ja, is veel te deftig. Nou, ik ga je nog probeer een paar... gewoon, ja... Ik ga je nog een paar menselijke vragen stellen. Heb je wel eens last van een overspelige gedachte? Nee, ik bedoel, ik heb diverse fasen in mijn leven meegemaakt. Nou ja, in de zin van, ja, mijn vrouw overleden, mijn tweede vrouw ben ik van gescheiden. Dat is twee langdurige relaties, met twee hele goede relaties op dit moment waar ik in zit. Ja, in die periode heb je dat niet, want je bent zo met je partner. Maar ik heb natuurlijk daartussendoor wel... Ja. Je bent de eerste die tegen mij zegt dat hij, terwijl hij bij een partner was, nooit een overspelige gedachte heeft gehad. Dat kan je dus uitschakelen. Nee, maar zo, ik bedoel, overspelige gedachten, nee, niet... Ja, ik weet niet precies hoe je dat... Ik probeer een aardig mens van je te maken. In de zin van dat net had ik het over je te vrezen valt dat je rechtvaardig wilt zijn. Ik zei dat is een beetje te deftig. Dacht, nou, iets menselijks. Ja, maar als je gewoon overspelige gedachten zegt, dat je wel eens iemand ziet die je leuk vindt. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk best altijd. Je had een mooie antwoord daarnet. Het was leuk om met je te praten, dankjewel. Graag gedaan.